De Albert Heijn-vestiging aan de Rosa-Luxemburgstraat in het centrum gaat op 2 september sluiten. Klanten vinden het jammer, vooral de ouderen onder hen en de mensen die slecht ter been zijn. De gemeente doet haar best om een andere supermarkt in het pand te krijgen. Wethouder Christine van Wijk, Albert Heijn gaat weg. Wat nu? Ja, helaas. Dat vinden we heel erg jammer. Albert Heijn heeft een tijdje geleden laten weten dat ze onvoldoende omzet kan draaien om nog een vestiging open te houden. We zijn heel hard op zoek naar een nieuwe supermarkt. Albert Heijn gaat hier weg. Wat vindt u ervan in de binnenstad? Buitengewoon jammer. En kijk, dat Albert Heijn hier weggaat, dat is hun zaak. Daar gaan wij niet over met elkaar. Maar ik heb van vorige week al een brief geschreven aan de wethouder van Wijk van de Binnenstadzaken. Van, doet de gemeente nog iets om te proberen hier weer een uitbater in te krijgen? Want Albert Heijn hoeft het niet te zijn. Ik hoef niet te kiezen uit 10 soorten pindakaas. Maar ik wil toch wel heel graag dat we hier in de binnenstad een supermarkt houden. Nou, dat vind ik voor mensen die hier wonen, vooral ouderen, een grote nalatigheid. Hier moet wel weer een winkel terugkomen waar de mensen naartoe kunnen. Heel erg jammer, heel erg naar zelfs. Want ik kan niet goed lopen en dan ben ik echt van anderen afhankelijk en dat vind ik niet prettig. Nee. Ik hoop dus ook dat er weer een nieuwe supermarkt komt. En hoe vordert dat? We zijn in gesprek met een aantal grote supermarktketens. Daar kan ik nog niet al te veel over zeggen, maar er is belangstelling. Ja. Want ik neem aan dat die hier wel willen zitten. Dat klopt. We hebben ook om iets onder de arm te hebben terwijl we in gesprek gaan, ook onderzoek laten doen om te kijken, ook met alle nieuwe woningen die erbij komen, wat de potentie zou zijn voor een nieuwe supermarkt. En daar blijkt uit dat we voldoende potentie hebben voor een grote supermarkt in de binnenstad. Dus daarmee onder de arm kunnen we ook wat makkelijker in gesprek. De filiaalmanager wilde desgevraagd geen medewerking verlenen. En het personeel had instructies om niet met de pers te praten.